Zullen we gaan lekker beginnen? Laten we het doen. Ik heb wat dingetjes voorbereid. Ja, leuk, dus dan, leuk. Okay, ja. Goed. Tegenover mij zit de man die afgestudeerd is aan de toneelschool. De Kleinstung Kunstacademie. Hij is cabaretier, hij is acteur. Hij is presentator van een hele succesvolle podcast. En sinds kort ook lid van een dans- en een showorkest. Ja. Dames en heren, met Pepijn Schoneveld. Dankjewel. Je hebt ook een tune, dat is goed, fantastisch. Hè? Ja. Dat hebben we in laten zingen ook gewoon. Heel goed. Echt, mensen heb je daar opdracht voor gegeven. Zeker. Wel fijn. Maar is dat goed, podcast-wise? Want wij zijn niet zo lang bezig zoals jij. Nou, het leuke aan podcast is dat er niet echt regels zijn. Oké. Okay. Maar het is bij cabaret natuurlijk ook niet. Zijn wel wat regels, maar die kunnen ook weer net zo goed niet kloppen. Dus ik weet dat bijvoorbeeld nu is het vaak een beetje de regel, blijf onder het uur. Ja. Bijvoorbeeld, of ik weet dat die mensen van Tony Media, volgens mij, van Sander Schimmel ben ik, die zeggen volgens mij niet langer dan 3 kwartier. Dat is dan hun policy. Maar ik heb ook wel eens luisteren naar 2,5 uur een podcast. Dus dat zegt, dus er zijn wel regels, maar ook weer niet. Het is toch zo, als het leuk is, is het leuk. En als het minder leuk is, dan gaat het toch, dan moet het toch. Dat is toch met alles zo. Met de radioprogramma's is dat ook zo. Ja. Blijft entertainment. Aan de hand van 5 fragmenten gaan we jouw carrière doornemen. Ja. Begin, het eind, waar het stopt, waar het begonnen is. Met het... waar het stopt, waar 3 maanden geleden gestopt met is. Met alles erop en eraan. Welke stand-uppers en cabaretiers hebben jou geïnspireerd? Tegen wie kijk je op? Maar we gaan eerst even terug naar het verleden. Ja. In jouw laatste voorstelling leren we alles over jouw opvoeding. Ik ben heel erg gevoed met het idee dat Nederland tolerant is. Dat wij een tolerant land zijn. Terwijl nu weet ik, tolerantie is niks. Weet je, lactose, daar ben je tolerant voor. Dat is, weet je, er wordt altijd, mensen vinden tolerantie iets goeds. Terwijl tolerantie is volgens mij helemaal niet iets goeds. Als je namelijk zegt dat je iets tolereert, dan zeg je eigenlijk, ik vind het niet oké, maar het mag bestaan. Bijvoorbeeld Belon. Belon? Belon? Is Belon? Kennen jullie niet Belon? Belon, ik tolereer hem. Weet je, ik vind het oké dat hij bestaat, maar als die sheriff van hem in het draaimechanisme van die stoel terecht komt en hij stikt op nationale televisie, vind ik het ook prima. Je bent opgevoed met het idee dat Nederland tolerant is. Ja. Was humor dan ook een onderdeel van je opvoeding? Ja. Ja? Nou, dit stukje gaat over, ik ben opgegroeid in de jaren 90. Dus ik ben opgegroeid, inderdaad, Nederland is een tolerant land. Ja. En dit stukje, ik weet niet of dit een trein. Maar je zegt het tussen aanhalingstekens. Ja, omdat het niet zo was, denk ik. Wat ik in het, eigenlijk is tolerant, het mag bestaan, maar ik hoef er niks mee te maken te hebben. Nee. Dat is een beetje wat tolerantie is. En daar komen we nu een beetje in deze tijd achter. Dat we eigenlijk, er werd toch altijd gezegd, wij zijn niet racistisch. Nou, dat zijn we wel. Dat kunnen we nu toch echt concluderen. Dus, ja. Dus dat was een beetje een utopie van wij zijn een tolerant land. En dat was de jaren 90. Dus daar ben ik mee opgevoed. En cabaret-technisch met zo Hans Theo en Theo Maassen. Mm-hmm. En Mannen van de Radio. Vliegende Panthers. Zodat je harde, snelle cabaret. Daar ben ik mee opgegroeid. En dat is iets wat jou het meeste ligt? Of wat jij nee, helemaal niet hoor. Vindt. Nee. Want volgens mij is cabaret ontwikkelt zich mee met de tijd. Er wordt nu dan heel vaak gezegd, je mag niet overal meer grappen over maken en zo. En dat mag nog steeds. Maar het is nu gewoon leuker om over andere dingen grappen te maken dan in de jaren 90. Ja. Dus je mag nog steeds grappen over alles maken? Ik vind dat je overal grappen over mag maken. Maar je kan wel als cabaretier nadenken, moet ik nou weer een imitatie van een homoseksueel doen? Of hebben we dat stadium nu wel gehad? Dat kan wel. Dus, maar in de jaren 90, volgens mij deden Hans Theo en Theo Maassen dat. Volgens mij was het daarvoor heel erg ingekakt cabaret. Jij was erbij, maar ik weet niet hoe dat toen was. Daarvoor, zeg maar. Nee, maar daarvoor had je zo, volgens mij... Ik weet niet zo goed wat de vraag is. Nee, dus sorry. Maar zeg maar even wat je bedoelt. Volgens mij was toen, maar jij komt uit... Uit welk jaar ik geboren ben? 66. Ja, 66. Dus dan heb je wel... Dus toen jij tiener was, wat was zo'n cabaret? Cabaret was Freek de Jonge, Bram Vermeulen, Nederlands Hoop. Je had toen... Joep van het Hek, die was toen nog heel jong. Wim Kan, die was al heel oud. Ja, inderdaad. Tony Hermans was heel volks. En volgens mij had het toen allemaal een soort regels of zo. Of een soort ik groeide ook al met Hans Theo. Ja, inderdaad. Theo Maas kwam dan ietsjes later. Dat kwam iets later. Maar wat zij wel deden, was gewoon totaal iets anders doen dan wat er al was. Heb ik het idee. Veel harder en veel meer... Nou, laat ik het zo zeggen. Mijn ouders, die vonden Joep schunnig. Ja. Pikant. Ja. Wim Kan was natuurlijk prima. Toon Hermans was prima. Joep was schunnig.
Maar Hans Theo, dat was echt dat was buiten proportie. Ja, inderdaad. Daar alle vrouwen zijn kuthoeren. Dat stukje, dat kon mijn moeder ook echt niet aan. Nee. Dus dat was in die zin wel echt anders. En daar ben ik op, in die tijd ben ik opgegroeid. Maar dat is de reden, als je, of tenminste als je klein bent, dat je dat dus juist leuk vindt. Nou, ik vond Hans Theo heel erg leuk, omdat hij eigenlijk sprookjes vertelt. Dus denk ik hoor, want ik luister... Zo heb ik er nooit naar geluisterd. Nou ja, die eerste twee shows van hem, daar zit gewoon een soort... Ja, het zijn ook een soort... Het is heel fantasievol, het is heel erg poëtisch. En ik luisterde dan inderdaad over dat toverbos en die kabouters. Dus heel fantasierijk en een soort sprookjes. En daarom vond ik dat te gek. Dat ken ik helemaal uit mijn hoofd. Want het fragment wat jij hebt meegenomen, de eerste herinnering aan cabaret, dat is de schepping. Het Bijbelverhaal. En dat is een soort klein duimpje komt in het bos en er gebeurt van alles, toch? Ja, nou ja, het is gewoon iemand die het Bijbelverhaal vertelt, maar gewoon debiel is en het helemaal verkeerd vertelt. Ja. Laten we meteen even gaan luisteren. Ja. Dan praten we er zo nog even over Hans Theo, die het Bijbelverhaal vertelt op zijn eigen manier. Ja. Ik zal even een mensen die niet precies weten waar de Bijbel over gaat, zal ik ongeveer even uitleggen. Je weet zo, in het begin van de wereld, toen was er nog helemaal niks. Alleen een soort van jeugdboerderij met twee mensen, Mozes en Alibaba. Maar die hadden van een giftige appel gegeten en toen waren ze in slaap gevallen. En toen was het keihard gaan regenen en zo hard dat de dieren van de boerderij bijna verdronken waren. Maar toen had Jezus dat water veranderd in rode wijn en toen was het een rode zee geworden en die ging uit elkaar. En toen had de ene helft de walvis opgesopen en de andere helft Jonas de doper. Maar die Jonas de doper, die had zoveel gesopen, die was helemaal dronken geworden. Ja, en toen ging hij zo, de mensen zo nat gooien met water. Ja, dat de mensen ook zeiden van, nou schijn nou mijn kind uit, want die werd nat gooien met water. Ja, en dat was ook terecht. Maar toen wou die niet ophouden en toen zei ze, nou is het mooi. En toen heb ze zo'n vrouw, de Lila, heb al zijn haren afgekeerd en een hanenkam gemaakt en toen moest hij drie keer kraaien. Ja. Ja, maar toen wou hij nog steeds niet ophouden. En toen zei ze, nou is het echt mooi geweest. En toen hebben ze zijn hoofd zo aan zijn kruis gespijkerd zo. En dat is heel erg. Maar gelukkig kwamen er toen net op tijd drie wijven uit het oosten. En die hadden... En die hadden broodkruimers gestrooid om die weg niet kwijt te raken. Maar... Toen had Jezus dat water in... Had die broodkruimers had hij in vissen veranderd. En toen zei hij tegen die vissen, sta op en loop. Ja, vissen die wijven helemaal niet meer met deze gedaan kwamen. En die hele nacht in de stal moeten slapen. Ja, allemaal gebeurd in de Jordaan. Ja, dat, maar die snapte ik dus als kind niet, die grap. Want ik kom niet uit Amsterdam, dus ik wist niet wat de Jordaan was. Oh, dat moest ik aan mijn ouders vragen. Zo, waarom lachen mensen op het laatst? En dan zeiden ze, ja, Jordaan is een... wijk in Amsterdam. Ja, precies. En Jordanië. Want zo klonk je ook als een soort schooljongetje uit de Jordaan. En het is zo grappig dat hij zo ook alles, zijn best alles doet. Alles verhaspelt gewoon. Hij wil ook zo... Nee, laat me vertellen. Ja, het is heel goed. En goed dat hij gewoon zoiets... wat toen misschien meer was dan nu zoiets heiligs... als het Bijbelverhaal verkracht. Want dat is toch wat hij doet. Laten we naar de eerste stappen op het podium gaan. Emilio Guzman die vertelde mij dat hij... last had van serieuze diarree toen je voor het eerst het podium... Hoe was dat bij jou? Nou, ik heb natuurlijk op de toneelschool wel dingen gedaan. Heb ik wel gewoon voorstellingjes gemaakt. En dat was dan in een soort veilige situatie. Dus dat. Maar toen ik later ging stand-uppen en zo, dat was wel... niet nooit diarree, dat niet. Maar wel echt dat het heel eng is, ja. Ik merk ook nu, want ik doe nu dus, ben nu aan het repeteren voor een voorstelling... een musical. En ik merk dat... Ja, we hebben nog niet voor publiek gespeeld. Maar ik kan me voorstellen dat straks al mijn mede-collega's heel, heel zenuwachtig zijn. En dat zal ik minder hebben. Want ik heb het engste gedaan ooit. En dat is volgens mij in je eentje op een toneel staan. Ja. Dus dan relativeert de rest wel goed. Maar is dat een... Ik heb het ook meegemaakt. Ik heb televisie gedaan en radio. En soms dan zeggen we ook van de luisteren 600.000 mensen per dag naar dit programma. Dan denk ik ook van oké, dat is wel veel. En nu er komt steeds meer ervaring. Maar de eerste keer dat ik het dacht, toen dacht ik ook, waarom wil ik dit zo graag? Inderdaad. Nou, heb jij dat ook? Ja. Want ik nog steeds wel eens dat ik dan optreed en denk, oh, waar...
waarom doe ik mezelf dit aan? Maar de wil... Waarom doe je jezelf dat aan? Omdat de wil om het te doen en de lol die je er uiteindelijk aan beleeft net iets groter is dan de angst. Oké. Okay. Want anders ga je het podium niet op. Nee. Als de angst groter is dan de wil om het te doen, dan ga je er niet het podium niet maar op. Maar een plankje zagen en ervoor zorgen dat het een prachtige tafel wordt, dat heeft toch minder problemen met zich mee. En dat geeft toch ook heel veel voldoening? Ja, omdat het volgens mij de mens vindt... Volgens mij vinden mensen het allerengste vinden ze praten voor in mensen openbaar. In het openbaar. Ja. En daarna komt pas de dood, volgens mij. Okay. Ja, dat hebben ze wel eens onderzocht. Okay. En dus dat vinden we het allerengste wat er is. Dus is dat enger dan een... Maar ja, waarom doe je dat dan? Omdat als het lukt, is het te gek. Ja. Het is misschien ook een verslaving, want het is ook een soort overwinnen van je angst. Ik vind het gewoon heel leuk dat ik dan denk... Oh, nu mag ik even vertellen wat ik van de dingen vind. Nu wordt er even naar mij geluisterd. Mm-hmm. Nu word ik even serieus genomen. Maar het is ook die lach, toch? Als die lach op het juiste moment door de zaal heen gaat. Dat is ook een verslaving. Alleen als je gaat... Dat is toch vele malen groter dan alleen de angst. Nou, mensen aan het lachen maken is natuurlijk het allerleukste wat er is. Ja. Alleen als je het podium opgaat met... Ik wil ze aan het lachen maken... Dan gaat het vaak niet goed, want dan ga je het tegenovergestelde bereiken. Maar zeg maar, dat geeft natuurlijk een soort adrenaline. Dat is te gek, mensen vermaken. Want toen jij begon, toen ben je begonnen met Wim Helsen te imiteren, toch? Ja, nou, ik zat op de toneelschool en toen werd ik heel erg fan van Wim Helsen. En wat iedereen in het begin volgens mij doet, is gewoon zijn idolen nadoen. Mm-hmm. En ik was heel erg fan van Wim Helsen. En ik weet nog dat ik toen na school speelde ik op de... parade in Amsterdam. Ja. En toen kwam er na de voorstelling een meisje die bij mij op school zat, na die tijd naar me toe. Die zei, oh wat grappig, je had een soort Vlaams accent. En ik zo, oh shit. Ze heeft het door. Ja. Die deed ik gewoon echt na. Maar ik hoorde laatst Freek de Jonge zeggen dat iedereen dat in het begin doet. Absoluut, absoluut. Dus dat... Je trekt je op aan degene die je tof vindt, hè? Ja. Die je leuk vindt en die je interessant vindt. Ja, en omdat hij heel theatraal was en ook weer iets anders wat ik nog nooit had gezien en heel absurdistisch. Mm-hmm. Ik vind hem geweldig. Ja. Ik vind hem, Belgische ja. Cabaretier, stand-upper, wat is hij eigenlijk? Ja, cabaretier. Noemt hij zichzelf, ja. Maar ook acteur, want ik weet dat wij bij Booby Trap, dat was een programma van de president op tv, daar hebben we wel eens ingehuurd als acteur. Ja, ja. En dan stond hij in een gevangenis met een bijbel. Stond hij zo een preek tegen. Ja, hij is heel goed. Hij heeft ook zo'n serie gemaakt met Theo Maassen. En die ene acteur. Met z'n drieën. Dat, mm-hmm. Dat was ook te gek. Hij is een soort poëet is het ook. Dus. Ja. Was je een goede Wim Helsen? Nee. Nee? Nou, ik zat op de toneelschool. Dus ik was ook gewoon, ik werd ook opgeleid als acteur. En hij is gewoon ook een heel goed acteur. In die tweede voorstelling bij mij zei het geveilig, speelt hij gewoon een dictator. Ja. Dan is hij gewoon dat. Ja, maar in die eerste voorstelling speelt hij gewoon een wanhopige man. Dus het is echt een acteur. Ja. Je hebt een fragment meegenomen uit zijn voorstelling Heden Soep. Ja. Wim Helsen sluit af met een gedicht waarin zijn moeder zich tot hem richt. Ja. En dan aait ze mij en dan zegt ze dat ik rust mag zijn. Dat ik niet meer moet hopen, dat ik niet meer moet proberen. Het helpt toch niet. Je bent helemaal alleen. Zoals iedereen altijd en overal alleen is in alle talen. Je bent bloot en weerloos. Je bent gemaakt van dun papier. Eén windvlaag en je vliegt omver. Het is niet dat de anderen u niet willen helpen. Het is dat ze zelf gemaakt zijn van dun papier. Eén scheurtje en ze scheuren. Ja, dat is een mooi moment. Ja. Mooi fragment. Ik vind het denk ik de mooiste tekst die er bestaat. Ja. Ja, prachtig. Wat hij daar zegt. Ja. Ja. Nou, niet het meest hilarische fragment van Wim Helsen. Nee, nee. Waarom heb je dit meegenomen? Omdat ik het de mooiste tekst ooit vind. En omdat het in die voorstelling is zo heel goed dat hij... het gaat gewoon over iemand die liefde wil. Mm-hmm. Volgens mij, klopt dat? Ja, volgens mij wel. Het is gewoon iemand die liefde wil... en hij wil genegenheid. En dat lukt hem steeds niet. En aan het einde van de voorstelling is hij een soort... is hij eindelijk rustig. Want in dit stukje staat hij stil. Hij is eindelijk rustig. En het is een soort loutering. En wat ik
het mooiste vind aan cabaret, of als het echt goed is, vind ik het echt louterend. Dit fragment vind ik heel troostrijk, omdat hij eigenlijk zegt, we zijn allemaal heel kwetsbaar. We zijn allemaal gemaakt van dun papier. Ja. En we zijn allemaal altijd alleen. En daar komt hij, daar heeft hij die hele weg, heeft hij afgelegd, voor mij, hè, dan, maar iemand anders zou iets anders zien, heeft die hele weg, die anderhalf uur afgelegd om op dat punt te komen. En ik vind het dan heel louterend, omdat hij iets zegt waarvan ik denk, oh ja, dat voel ik. Ja. Dat snap ik. We gaan het hebben over een collega waar je veel respect voor hebt. Sterker nog, jij noemt hem jouw grootste voorbeeld. Simon Amstel. Simon Amstel, ja. Ja. Komt uit Engeland. Ja. Wie is hij? Simon Amstel is een jonge, net zo oud als ik. Volgens mij iets ouder, 38. Mm-hmm. Hij is homoseksueel, Joods. Dus ik lijk daarin niet op hem, maar wel. Hij wordt geplaagd door gekke gedachten, door somberte. En durft heel kwetsbaar op het toneel te staan. Hij is ooit heel groot geworden in Engeland, omdat hij een programma presenteerde, The Buzzcock of zo. Don't Mind the Buzzcocks, toch? Ja. Never Mind the Buzzcocks, ja. Never Mind the Buzzcocks. Daar was hij zeg maar de Harm Edens van dat programma. Ja. Daar was hij heel groot in. En hij heeft Pop World gepresenteerd. En dan ging hij allemaal celebrities interviewen. Toen is hij heel bekend geworden. En toen is hij stand-up gaan doen. En het is een hele goede stand-upper. Je hebt een fragment meegenomen. Je hoort daarin hoe Simon zijn show Do Nothing opent. Ja. Hallo. Thank you. How are you? Are you okay? You all right? Well, this is fun, isn't it? This is sort of a fun thing to be doing. It's fun, right? I'm quite lonely. Let's start with that. Nothing can be done about it, people of Dublin. Nothing can be done. I bought a new flat about 2 years ago. In this flat, in the bathroom, there are two sinks. I thought that would bring me some joy. It is a constant reminder. And so what I've had to do, this is what I'm doing now in my life. I'm actually doing this. I'm using both sinks. I now every day brush my teeth in the left sink and in the right one mainly cry. I think the problem comes from the inability to just be purely in the moment without fear. I think we're all stuck in the past and looking to the future, and it's in the moment where true joy exists. It's in the moment where love can occur. It's only in the moment where you can be fully at one with the universe. Ja. Ja. Het heeft iets zieligs ook. Ja. Nou, ik vind het zo goed dat hij... Goed gemaakt zielig. Ja, omdat ik denk dat het... Kijk, als hij echt op dat moment... Ja, hij heeft toch afstand, want hij I'm quite lonely, that started. Hij heeft de vorm aangegeven, want hij weet dat het een grap is. Normaal, de meeste comedians, die beginnen toch met hallo mensen. En hij zegt gewoon, jongens, ik ben heel eenzaam. Dus hij heeft de vorm aangegeven, waardoor het niet pijnlijk is. Mm-hmm. En dus grappig. Ja. Dan komt die grap over die sinks. Dat is gewoon een hele leuke grap. Wat waarschijnlijk echt is, denk ik, in zijn geval. Want hij schrijft altijd echt. Ja. En wat ik zo mooi aan dit fragment vind, is dat... En dat vind ik echt heel knap. Wat hij durft, is twee grappen maken en daarna iets heel filosofisch. Namelijk, hij zegt gewoon, we moeten in het nu leven. Wat gewoon heel... En dat vind ik vind ik de allerbeste opening van een show ooit. Dat je na twee grappen al zegt, dit is wat er aan de hand is. We zijn nooit in het nu. En dat is het grote probleem. En dat is het grote probleem in mijn leven. En dan die anderhalf uur die daarop volgt, is een zoektocht naar hoe kan ik in godsnaam in het nu zijn. Ja. En dat eindigt dan ook heel mooi met do nothing. Dat is de oplossing. Jij vindt het leuk om te analyseren ook, hè? Ja, daarom heb ik ook een podcast begonnen. Ja. Ik weet ook niet of ik een hele goede comedian ben of cabaretier, maar ik kan wel goed erover praten. Ik denk dat ik er beter over kan praten dan dat ik het... Maar ik hou er ook heel erg van. Want ik wat grappig is, er staat een video op YouTube en daar schrijft iemand bij. Het is een verademing om iemand te zien die net zoveel over analyseert als ik. Was jij dat? Heb jij die opmerking? Nee, ik schrijf nooit comments op YouTube. Ja. Behalve onder mijn eigen video's. Maar tuurlijk.
Ja. Wat grappig. Nee, maar inderdaad. Dat is, dat is wat, dat herken ik. Ik voel me dan minder alleen. Ja, dat is toch altijd het ding bij mij. Dat ik me heel erg herken in hoe hij denkt. Ben je een overdenker? Ja. Ja? Ja, steeds minder gelukkig. Maar dat... Oké. Okay. Ja, daar gingen ook altijd mijn voorstellingen over. Maar over het analyseren, ik vind cabaret de allermooiste kunstvorm die er is. Dus ik hou er erg van, dus daarom praat ik er ook graag over. Ja. Meer nog dan ik het doe. Ik heb je ook gevraagd naar het grote nieuwe talent. En jij komt met de naam Alex Ploeg. Ja. Leuk. Ook gast geweest hier in Staat van Steden. Zeker, weet ik, ja. Ja, waarom? Waarom Alex? Omdat, nou, het is ook een hele goede vriend van me. En ik dacht, dan plug ik hem. Okay. Dan krijg ik daar dingen voor terug van hem. Ja, tuurlijk. Hoop ik. Nee, ik vind hem... Ik weet hoe hard hij werkt. Ik vind hem een heel goed acteur. Hij is, denk ik, van alle cabaretiers op dit moment de beste acteur. Ik vind hem gewoon heel goed. En wat ik herken mezelf ook weer in hem, in zijn zoektocht naar houvast. En naar hij overanalyseert ook. Daar gaan zijn shows ook over. Ik weet gewoon hoe hard hij ervoor werkt. Dus hoe ziet zo'n vriendschap er eigenlijk uit? Want als twee cabaretiers overanalyserend met elkaar... Ja. De kroeg ingaan. Ja. Wat gebeurt er dan? Aftrekken. Oké, okay, maar als nee. dat klaar is, dan, wat dan? Huilen. Wat dan? Gewoon daarom begon ik ook met mijn podcast, omdat ik dacht, die gesprekken zijn superleuk. Mm-hmm. Ik stond zaterdag weer met Alex en Peter Pannenkoek en toen ging Peter weer tegen Alex zeggen, je werkt zo hard. En dan zei Alex, nee, jij werkt veel hard. Nou ja, dat was heel ontroerend, maar en dronken. Maar het heeft ook iets liefs of zo. Het heeft iets liefs en je houdt allemaal van een bepaald vak en je werkt er hard voor. En cabaretiers analyseren heel veel. Ja. Iedereen denkt van, oh, je gaat het gewoon doen. Maar die denken echt heel veel daarover. Maar hebben jullie dan zoiets van, heb je dit al gezien? Of dan stuur je linkjes naar elkaar toe? Ja, jongens, ik ben hiermee bezig. Wat vinden jullie van deze gedachte? Ik ben nu met een stukje... Jullie testen elkaars over grappen op elkaar? Nou, niet echt grappen, eerder gedachten testen op elkaar. Dus denk je dat dit een interessante gedachte is? Of ik ben heel erg bezig om nu het hier over te hebben. En Alex' nieuwe voorstelling heet Ego. Mm-hmm. Dus dan hebben we het wel veel over wat is ego. En toen laatst zei ik tegen hem, in het Westen is ego iets anders dan wat in het Oosten een ego is. Mm-hmm. En dan hebben we het daarover. Maar het is niet grappen testen. Ik vind het altijd het vervelendste als comedians zo... Dat hoor je dan ook. Dan hoor je ze zo. En dat ik denk, ben ik nou je publiek of zijn we nou aan het praten? Maar Peter is hier ook geweest en die heeft het ook gezegd. Die heeft ook gezegd dat als er niet gelachen wordt, dan weet je dat je succes hebt. Tenminste, als door collega's. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dan balen zijn ze aan het balen. Waarom heb ik dit? Waarom heb ik deze grap? Waarom heb ik die grap? Nou, dat zegt meer over Peter dan over die andere mensen. Maar... maar vaak is dat testen of het over hebben is niet zozeer... ik wil ze aan het lachen maken, maar ik wil gewoon even kijken... hoe het klinkt als ik het hardop zeg. Of, ja. Ik heb ook eens gehad dat Peter inderdaad iets voor ging lezen. En dan lach ik ook niet, nee. Dan zit ik ook gewoon te luisteren naar... Ja. Oh, is dit interessant? Oh, klopt dit technisch, zodat? Ja, ja, ja. Je probeert de richting met elkaar te bepalen. Ja, als het en Peter is nu met zijn oudejaars bezig. Dus dan vertelt hij soms hoe zijn decor wordt... En, dan zeg ik dat het belachelijk is. En dan, en dan houdt hij het. Dan weet hij dat het goed is, ja. Ja. Je hebt een fragment meegenomen van Alex Ploeg uit de tv-serie Clickbait. Ja. Waarin een hele nette Alex verschijnt voor de camera van een verslaggever. Ja. Meneer, wat vindt u van vluchtelingen? Vluchtelingen? Lastig. Ja, kijk, aan de ene kant kunnen we natuurlijk niet de hele wereld helpen in het kleine landje. Aan de andere kant, we hebben het wel heel goed hier, dus... Ja, als die mensen helemaal hierheen komen in nood... Ja, stop maar even. Je doet het heel goed, maar het is heel genuanceerd. De ene kant, de andere kant. Houd even wat kernachtiger. Hè? Kom op, je kan dit. Je vroeg wel gewoon naar mijn mening, toch? Ja, maar snappy. Kom op. Meneer, wat vindt u van vluchtelingen? Vluchtelingen? Ja, er kunnen natuurlijk rotte appels tussen zitten. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook gewoon voor... Stop maar. Heeft u gestudeerd of zo? Ja, bouwkunde. Ja, oké, vergeet dat allemaal. We zijn hier op de markt in Spijkenisse. En dat willen we voelen.
Dat wil ik voelen. Hieruit, ja. Niet hier, hier gaan zitten. Kom op. Dat is gewoon mijn mening. Ik heb, Ja, maar kunt u er op zijn minst een Rotterdams accentje of zo? Ik kom uit Haarlem. Ja, wil je nou op het journaal of niet? Kom op, vluchtelingen, go. Vluchtelingen? Ja, kijk, als wij hier ook allemaal lopen te wezen, waarom zou zij dan niet allemaal welkom zijn, ja toch? Zoiets, ik vind het heel moeilijk. Nee, dit niet... is veel beter, maar ik vind het jasje klopt niet meer. Okay. Ik heb even een ander jasje voor hem. Ja, even aan. Ja, kom op. Sorry, ik weet niet, dit is voor mij ook nieuw allemaal. Vluchtelingen. Vluchtelingen? Ja, stop maar. We hebben een petje nodig. Kom op, even een petje. Ja, naast het petje krijgt Alex ook een plaksnor op en een tattoo van Feyenoord op zijn borst. En dan wordt de vraag nog een keer aan hem gesteld. Meneer, vluchtelingen. Vluchtelingen? Kijk, wat mij betreft, laten ze allemaal gewoon... Ja, dit is een bijna. Ja? Echt, ja, je hebt een bijna. Het voelt heel onnatuurlijk met die snor. Nee, dat is juist goed. Okay. Dat is juist goed. We hebben nog één dingetje nodig. Meneer, vluchtelingen. Vluchtelingen? Ja, pleurt op. Rot op, ja toch. Maar het heeft tyfus en nagel allemaal nog in zee. Maar dat mag ik zeker niet zeggen, of wel? Perfect, hij staat erop. Ja, was het okay? Ja, was helemaal goed. Hij voelde wel goed zo. Ja, kom op, Rick, we moeten nog twee. Oké. Okay. Ja, fragment komt uit de tv-serie Clickbait. Dat doe jij, oké. Okay. Jij doet ook, tv-series. Ook tv-series. Ja. Dit hebben zij zelf gemaakt. Ja, ik vond het een heel leuk fragment, omdat het ook over deze tijd gaat. En omdat Alex heel goed speelt hierin. Mm-hmm. Nee, maar ik doe het zelf ook. Ja, ik doe zelf ook dingen maken. Wat ligt je het meest? Waar krijg je de meeste voldoening uit? Of vind je alles even leuk? Op de momenten dat ik het doe, vind ik het altijd het allerleukste wat het is. Oké. Okay. Dus ik ben dan nu een musical met zang en dans aan het doen. En dat vind ik dan het allerleukste wat er is. Volgens mij zei je dat in het begin, het showorkest. Ja, ik noem het dan dansen. Ja, ik noem het dan altijd zang, dat ik aan zang en dans doe. Dan vind ik dat nu het allerleukste wat er is. Mm-hmm. Als ik mijn podcast maak, vind ik dat het allerleukste wat er is. Toen ik heel veel cabaret deed, fulltime, was dat het allerleukste. Dus ik stort mezelf dan weer ergens in. Dus ik ben echt een allrounder, ja. Oké. Okay. Maar en op een gegeven moment heb ik maar dat geaccepteerd. Want... Laten we even kijken naar hetgeen, als je het dan gedaan hebt. Ja. Wat is dan hetgeen waar je de meeste voldoening uit hebt? Nou, kijk. Waar ik het meeste voldoening uit haal is... wat ik van de wereld vind. Mm-hmm. En van het leven uitdragen. Oké. Okay. Dat vind ik het allerleukste wat er is. En de vorm... is iedere keer anders. Ja. Dus dan is het een cabaret show, dan is het een praat met bijna een YouTube-serie, dan is het met mijn beste vrienden serie maken, dan is het cabaret, dan nu is het musical, alhoewel het dan echt in dienst is van iemand anders. Maar ik wil gewoon dat wat ik, alle dingen die ik zelf maak, wat ik van de wereld vind, uitdragen. Dat is dus zolang ik dat kan blijven doen, is het oké. Ben je trots op jezelf? Wow. Ik ben heel erg trots op mezelf. Ja? Ja. Ja. Maar het is iets van de laatste 2 jaar pas. Dat heb ik laat geleerd. En waar ben je het meest trots op? Dat ik heel goed alleen kan zijn. Oh. Dat kon ik nooit. Oké. Okay. Daarom die fragmenten. Ik zat die fragmenten allemaal te luisteren. Toen dacht ik, de lijn is wel waarom ik cabaret maak. En waarom ik het er zo van hou. Is dat het soort... loutering is van we zijn niet alleen. Ja, waar we het net ook over hadden. Je bent niet alleen. Dat is mm-hmm. een soort rode draad in mijn leven. Ja. En dat kan ik nu heel goed. Daar ben ik het meest trots op. En waarom kon je het niet? Ja, dat had ik nooit echt geleerd. Ik had nooit geleerd om alleen te zijn. Om echt zelfstandig te zijn had ik nooit geleerd. Misschien... Want je bent heel beschermend opgevoed? Of? Ja, gewoon altijd mensen om me heen. En andere mensen die dingen voor je regelen. Je vastklampen aan andere mensen. Dat deed ik heel erg. En dat doe ik nu niet meer. Dus ik ben nu een zelfstandige, een sterke zelfstandige man. Ja? Nee, hoe zeggen vrouwen dat altijd? Ik ben een onafhankelijke zelfstandige man, ben ik. Daar ben ik het meest trots op. En ik ben het meest trots qua werk. Dat ik gewoon iedere keer toch, als ik ergens instap, het vol overgave doe. En het dan heel leuk vindt om te doen. Daar ben ik denk ik het meest trots op. Ja, je bent sowieso trots op praten met Pepijn. Ja, samen ben ik ook heel trots op. Met gasten op een humoristische wijze bekijk je de wereld. Ja. Het doet mij een beetje denken aan Promenade. Oh, ik dacht dat je ging zeggen Between Two Ferns. Want dat is gewoon het van nagemaakt. Ja, ook, nou nee. Maar ik had meer Promenade. Oh ja. Zeker het laatste seizoen. Omdat ik natuurlijk nu een beetje een zelf ingenomen presentator ben. Ja. Ja. Dat snap ik. Ja. Dat is bij Promenade. En ik speel met de theater of met de televisiewetten. Een beetje. Ja, in dit fragment, wat je hebt meegenomen, ben je in gesprek met Arjen Lubach. Ja.
Zondag met Lubach is een programma waarin je achter een desk zit. Mm-hmm. Zo rechts zo'n plaatje. Ja. Live publiek. Mm-hmm. Je maakt grappen over de actualiteit. Ja. Je gooit je pen zo omhoog. Ja, soms. Het is een beetje zoals in Amerika Jon Stewart deed met de Daily Show. Ja. En daarna Trevor Noah. Ja. Of The Late Show met Stephen Colbert. Ja, lijkt het allemaal een beetje. Ben jij ooit aangeklaagd voor plagiaat? Wie bedoel je te zeggen dat ik... Omdat dat ik iets nadoe? Of wat bedoel je? Ja, of vind je deze overeenkomsten toevallig? Nee, sterker nog, het is zo bedoeld. Het is het concept. Het concept nieuwssatire. Dus als ik het concept een horloge van een vriend van mij leuk vind en ik neem die mee naar huis... Nee, maar dat is, een horloge is een fysiek ding. Dat is gewoon stelen. Oh, ja. Ik wilde zelf het woord niet in de mond nemen, maar stelen is dan inderdaad een goed woord, ja. Ja. Nee, wacht. Nee. Net dit, wat jij doet, dat is gewoon Between Two Ferns van Zach Galifianakis. Dat wie? Is gewoon... Wie? Dan nodigt hij iemand uit die veel bekender is dan hij zelf. En dan ontstaan er van die ongemakkelijke momentjes. Dat is gewoon letterlijk dit. Ik vind het helemaal niet ongemakkelijk. Dit gaat nog 6 minuten door, hè? Het is heel pijnlijk en naar, ja. Ja, maar ja. Heb je, want op een gegeven moment schiet je een lach, of niet? Ja, ik moest ook met Arjen heel... Nou, op een gegeven moment ga ik voorlezen. Op een gegeven moment ga ik uit zijn boek citeren. Maar dat blijkt dan gewoon quotes uit Mein Kampf te zijn. Oh. En dan komt hij erachter dat ik gewoon hem kapot probeer te maken. Omdat ik Mein Kampf aan het quote ben. En toen moest ik heel vaak lachen. Omdat ik zei, oh, ik weet niet, oh, dit is zo erg. Wat ben ik nou aan het doen? Wat ben ik nou aan het doen? En ik heb ook met Jennifer Hofman is ook een aflevering. En het schoot ook de hele tijd in de lach. Omdat ik in die aflevering denk ik dat zij transgender is. Dat zij ooit man is geweest. En dat is natuurlijk zo absurd dat we de hele tijd ervan in de lach schoten. Maar ja, ik vond het heel leuk om te nemen. Ook het allerleukste, en dat vind ik echt knap ook van Arjen. Dat gewoon dat die mensen zichzelf niet serieus durven te nemen. Dat en op de hak durven te zetten. Dat vind ik heel knap. Ja. Dus dat Arjen is een man die een programma maakt voor een miljoenen publiek. Mm-hmm. Hij doet Zondag met Lubach. Dat was een vast onderdeel van het weekend voor veel mensen. Hij heeft de televisiester gewonnen. Televisiering. Televisiering heeft hij gewonnen. Staat voor uitverkochte zalen in het theater. Is dat nog een ambitie van jou om zo succesvol te zijn? Want natuurlijk! Dat is succesvol, dat is ook een lastig woord. Ja, succes is zo... Ik was een tijdje heel erg depressief en toen dacht ik echt dat ik als ik nou maar heel succesvol word, word ik gelukkig. Ja. En gelukkig raakte ik toen bevriend met bijvoorbeeld Peter Pannenkoek, met echt succesvolle mensen. En die zeiden, en Arjen bijvoorbeeld ook, daar heb ik het ook eens met hem over gehad, die zei ook, ja, het maakt het leven makkelijk, maar het is niet je ticket voor geluk. Geluk is toch als je... Maar wat is een begrip van succesvol? Wat ja, is een dat slaat nergens. Ja, veel volgers op Instagram. Weet ik, je bent succesvol als je volgens mij doet wat je het allerleukst vindt om te doen. Ja. En als je content bent met jezelf en trots bent op wat je maakt. En als dat je, is wat mensen horen of zien ook. Ja, toch? Maar je ziet natuurlijk alleen het succes. Maar laatst dus... Ik stond een tijdje... Nee, dat was nog voor de corona, stond ik in de rij voor een discotheek. En toen was ik aan de beurt. En toen zei die uitsmijter, die zei, je mag er niet in. Je moet wachten. Terwijl naast mij allemaal mensen wel naar binnen. En toen dacht ik, oh, ik wou dat ik zo succesvol word als Peter of als Arjen. Want dan was ik... Die mogen gewoon naar binnen natuurlijk. Ja. Dan wil ik echt succesvol zijn. Want denk, als die geweigerd worden, dan is het helemaal... Dan gaat het op Twitter en dan kan die zaak sluiten. Ja. Dat soort momenten wil ik succesvol zijn. Maar ik heb van die mensen echt wel aangenomen dat dat niet... Maar kijk, wat fijn is aan Arjen, die mag gewoon... Ja, dat is wat gek. Die mag gewoon echt doen wat hij wil. Dat is het, denk ik. Ja. Hij gaat nu zo'n programma maken van 4 dagen in de week. Maandag tot en met donderdag. Ik weet niet of hij dat bedacht heeft. Maar ik kan me voorstellen dat hij heeft gezegd... Jongens, dit wil ik maken. En dat mag dan. Dat is natuurlijk... Er gaan heel veel deuren open. Ja. Dat en een droom... Ik heb wel de droom om... Ik zou heel graag een soort talkshow-achtig iets willen hebben. Maar dan wat absurdistischer. Maar een beetje zo wat Paul de Leeuw vroeger deed. Zo, ook in de jaren 90. Zoiets zou ik heel graag willen maken. Maar ja... Kijk, Arjen, dan gaan echt deuren open als je succesvol bent. Dus dat succes lijkt me wel fijn. Dus succesvol om deuren open te laten gaan, dat zou mooi zijn. Dat zou fijn zijn. Ja. Om een volgende stap te kunnen zetten. Ja.
Dat denk ik, ja. Ja. Ben je succesvol, eigenlijk? Nou... Nou, je zit ik mag wel doen van, dat staat ik... van stand-up, zit je? Ja, inderdaad. Ja. Na Alex Ploeg, maar... dat is waar, ja. Hij is net iets succesvol. Ben ik... nee, ik ben niet... Nee, ik heb niet deuren. Die kan niet de NPO bellen en zeggen ik wil een talkshow. Dus ben je nog niet op de plek waar je graag wil zijn? Ja, ik heb hier dus vaak met vrienden, met die cabaretiers discussies over. Die hebben allemaal doelen. Mm-hmm. Die hebben zo, ja, die werken echt voor één ding, namelijk gewoon cabaret. En dan die kunnen duidelijke doelen stellen. Ja, ja. Kunnen gewoon zeggen, dit wil ik over 2 jaar bereikt hebben. Maar in jouw geval is dat moeilijk, omdat je zoveel doet. Ja, dat kan ook niet. Dus dat, nee. Nee, dat is waar. Laat ik een andere vraag dan aan je stellen. Ja. Waar sta je over 10 jaar? Oh, ik hoop dat ik dan nog leef. Dat is vaak het enige. Ja, dat denk ik dan echt. Dan denk ik, ja misschien, ja, dat denk ik dan altijd. Denk, maar je hoopt dat je nog leeft en leuke dingen doet dan? Ja, of, zeker. Of ja, ja, ja. Ja, nou ja, over 10 jaar, dan ben ik 46. Nou, ik hoop dat ik dan gewoon mag maken wat ik leuk vind. Ja, ik probeer... Nou, misschien is dat, kan je aan je vriendin vragen. Ja. Ik probeer dat soort gedachten zo min mogelijk. Ik heb inmiddels, ook door de dood van mijn vader... en er zijn wel andere dingen gebeurd in mijn leven... ik heb zo geleerd dat het leven zo willekeurig is. En er hoeft maar dit te gebeuren en het is allemaal anders. Dat ik de gedachte als waar ben ik over 10 jaar... ja, daar ga ik al niet eens op in. Laat ik het anders stellen. Ik krijg je alle vragen. Dan stoppen we ermee. Maar stel, je bent er nog over 10 jaar. Ja. Waar zou je dan willen zijn? Dat is een goede vraag. Dan zou ik... dan zou ik... Dat iets dat meer deuren open... Dat het makkelijker zou zijn om deuren open te maken. Dus dat je iets meer... de dingen die ik bedenk meteen kan uitvoeren. Is dat een antwoord? Dat je succesvol bent. Dat ik een 1 miljoen volgers op Instagram heb. Dankjewel voor je komst. Ja, alsjeblieft. Leuk. Heel leuk om hier te zijn. Ja, dankjewel. Ik geef de gast altijd het laatste woord. Dus ik wil dat bij jou ook doen. Moet ik iets zeggen nu? Ja, we zijn in zo'n discussie. Eigenlijk zo'n interessant gesprek. Ik heb een hele leuke podcast. Die heet... Pep Talk, Daniel Arends heb ik gesproken. Nee. Wat moet ik zeggen? Moet ik iets zeggen? Nee, je moet niks zeggen, maar ik geef je het laatste woord. Als je zegt, ga veel naar theater. Ga veel nieuwe dingen kijken. Als theaters weer open gaan straks, ga naar Toomler. Ga naar Lisa Osterman bijvoorbeeld. Is iemand die had ik ook bedacht voor toen jullie vroegen wie is heel goed. Gewoon nieuwe dingen zien. Dat hebben die mensen echt nodig. Dus ga naar Casper van der Laan. Gewoon dat soort mensen die wiens naam je nog niet zo goed kent. Ga daarheen. En stop met drinken. Ik weet niet wat ik moet zeggen. NPO Radio 2.